Vliegstarter met Chelsey neem ik jullie mee in alle ontwikkelingen tijdens het vliegen met corona. We hebben heel lang stilgestaan en ik kan dan ook niet wachten om weer aan het werk te gaan. Dus ik ga jullie de aankomende weken meenemen in het programma Opstarten met Chelsey en laat jullie alle ins en outs zien. Transavia is now ready for boarding at gate D79. Goedemorgen, het is 5:30 en mijn dag die start nu. Ik ga me klaarmaken, maar ik moet wel een beetje zachtjes zijn, want iedereen in het huis slaapt nog. Het belangrijkste aan mijn ochtendritueel is hydratatie, want in de lucht is de lucht heel erg droog en dan is het heel erg belangrijk dat je huid goed verzorgt. Mijn kleren, mijn trolley, die moet ik wel nog eventjes vullen met eten. Ready to work. Ik ga nog eventjes snel ontbijten, want mijn ontbijt sla ik 's ochtends niet over. Het maakt niet uit hoe laat het is, ik ontbijt altijd. Ik ben onderweg naar Rotterdam The Hague Airport. En vanmorgen moest ik nog wel een beetje zachtjes zijn, omdat iedereen in huis om 4:30 nog sliep. Het vroege opstaan bent voor mij ook echt niet. Zoals jullie weten vlieg ik naar Ibiza. En ik ben heel erg benieuwd of deze vlucht vol zit. Want Ibiza heeft sinds kort code geel gekregen. En in de wandelgangen heb ik al een beetje gehoord dat die vluchten wel al wat voller zitten dan de andere vluchten. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat we weer kunnen en mogen vliegen. En mijn rooster zit in ieder geval voller dan de afgelopen maanden. Ik heb deze week 3 vluchten op mijn rooster staan, waarmee ik super blij ben. Want de afgelopen maanden had ik gewoon geen tot mogelijke stand-by oproepdienst op mijn rooster staan. Oké, ik ben aangekomen op de airport en wij moeten hier ongeveer een uurtje van tevoren zijn. Maar dit verschilt per luchthaven. Wij gaan dan niet direct naar het vliegtuig, maar wij gaan eerst een zogeheten briefing doen. Daarin horen we of er nog bijzonderheden zijn, de passagiersaantallen, de vluchtduur, al dat soort bijzonderheden. Hier hebben we alle informatie staan, de vluchttijd en hoeveel passagiers we aan boord hebben. We hebben 149 plus 5, dat betekent 149 passagiers plus 5 baby's. Ik ben aangekomen bij de crewroom. Zoals gezegd, hier bespreken we alle informatie. Maar hier krijgen we ook onze veiligheidsvraag. En deze moeten we voor elke vlucht beantwoorden. En wel goed beantwoorden, want anders kan je helaas niet mee. Ja, wij zijn klaar voor het borden. Staat, dan kom je allerlei verschillende kastjes tegen. Ik ga jullie laten zien wat er in een aantal kastjes zit. De food and drink die gaan we straks gebruiken. En de backup trolley, die laat ik dicht, want deze is gezegeld. Vind je al het eten wat hier ook in zit. Mocht deze leeg zijn, hebben we dus een backup. Dan hebben we een crewwatertrolley. Glasboxes. Hier vind je de bekers. En de Desinfection Box, ook niet geheel onbelangrijk in deze tijd. Deze delen we uit bij binnenkomst voor passagiers. En hier vinden we ook extra handschoentjes, een alcoholspray, mondkapjes, tissuedozen. Hierin vind je ons gehele assortiment. Water, tapas en nootjes, chips, appelsap, lekkere zoetigheid, noedels, drinkende Twix. En bovenin vind je de koffie en thee. We gebruiken altijd een lege bak om de trolley te gaan opbouwen. Dames en heren, over enkele minuten komen wij langs met onze food en drink service. Thee en ook voor thee wil ik. Oké, we zijn aangekomen op Ibiza en dat betekent dat we een omrijdtijd hebben van 55 minuten. We gaan het laatste afval een beetje ophalen, wat de mensen hebben achtergelaten in het vliegtuig. En dan zijn we eigenlijk weer klaar voor vertrek en komen de eerste passagiers al. We zijn aangekomen op Rotterdam terug. Het is hier bijna net zo warm als in Ibiza. Dus ik ga lekker naar huis rijden en dan eventjes lekker in de zon liggen. Vandaag vliegen we naar Malaga. En Malaga, ik weet niet of het een drukke vlucht is, want ja, die staat tot nu toe nog op oranje. Nou gaan er wel vaak mensen heen die een eigen huis hebben, dus het kan wel aardig druk zijn. En dan vind ik het gewoon lekker om in een rok te werken. Mijn uniform stel ik niet altijd heel erg af op bestemming, maar meer aan mijn bui. Hoe ik me voel die dag. En of het warm is of koud. Nou, ik stap nu de auto in en neem jullie mee naar Malaga. Wij gaan nu de flight safety checken en dan zijn wij ready voor boarding. Bij binnenkomst zijn de bagagevakken vaak dicht, dus die gaan we nu ook allemaal netjes even openmaken. Wij staan aan boord en vandaag vlieg ik met Caroline. Hey. En zij is stagiair, superleuk. Caroline is alvast de babypakketjes uit aan het halen en hoezo doe je dat alvast? Hallo. Ja, de voorbereiding van onze vlucht. Ja, we hebben vandaag 2 babytjes aan boord en het is heel erg handig om die alvast klaar te leggen. Dank u graag uw aandacht voor de veiligheidsinstructies. We zijn aangekomen op de luchthaven van Malaga en dan doet de co-piloot of de captain altijd een walkaround. Ik ga eventjes kijken hoe zo'n walkaround nou gaat. Hier wordt alles rondom het vliegtuig gecontroleerd of alles veilig is voor vertrek terug naar Rotterdam. Zo worden bijvoorbeeld onder andere de lampen gecontroleerd, de wielen en de remmen. En zelfs aan de binnenkant van het vliegtuig worden onderdelen gecontroleerd. En als zij alles gecheckt hebben, kunnen wij weer veilig naar Rotterdam. Nou, aangekomen op het regenachtige Rotterdam. Ik ga nu terug naar huis. Ik weet zeker, als ik dadelijk in mijn bed lig, ben ik helemaal moe. Ik ga van de week naar Faro en daar neem ik jullie ook mee naartoe. Ik heb super veel zin in die vlucht al. Volgens mij is dat ook een avondvlucht, dus dat is wel heel erg fijn. Want ik merk gewoon meer dat ik een avondmens ben dan een ochtendmens. Ik heb veel meer energie nu na mijn vlucht dan na een ochtendvlucht. Ik ga lekker naar huis rijden en ik zie jullie van de week weer. Ik heb gewoon echt helaas niet kunnen filmen. Want we hadden het super druk. Het voelde gewoon weer als van ouds. Eventjes hier en daar een praatje gemaakt met wat mensen. De vlucht zat helemaal vol. Service was super druk. Mocht jij nou een vraag voor mij hebben of een voor mijn collega's, laat het dan alsjeblieft weten onder in de comments. Want dan gaan wij jullie vragen beantwoorden. Want er komt een hele leuke Q&A aan. Dus vergeet niet al je vragen hieronder te commenten. En brand los met de vragen die je maar hebt. Dan zullen wij die misschien wel beantwoorden. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. Geef een duimpje aan deze video en laat in de reacties weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie volgende keer bij een nieuwe video.